Hoi allemaal, dit is Ilias, ik ben Ties. Wij zijn Academie van Bouwkunst studenten in Amsterdam. Wij volgen de opleiding architectuur. En wij hebben 7 weken lang onderzoek gedaan naar Tuindorp Ozaan en verschillende onderzoeksmethodes eigenlijk toegepast op de wijk zelf. Met verschillende invalshoeken. We hebben onderzocht onder andere naar wie hier wonen, wat voor soort mensen hier wonen, wat voor soort woningen hier staan, hoe de wijk werkt, hoe de logistiek werkt, hoe de tuinen zijn ontworpen. Eigenlijk zijn er allerlei soorten invalshoeken over Tuindorp Ozaan onderzocht. We zijn met heel veel mensen in de buurt ook in gesprek gegaan. Wij vonden het heel leuk om het onderzoek wat we allemaal hebben gedaan, om dat ook te delen en te laten zien aan de buurt zelf. En wij hebben hier in het Zonnelab aan het Zonneplein een expositie eigenlijk georganiseerd van al het werk wat alle studenten hebben gemaakt. Dat hebben we samengebracht en eigenlijk is het nu een plek voor de buurt waar mensen die expositie en al het werk kunnen gaan bekijken. En misschien wat belangrijk is, wat ik daar wil toevoegen, is dat het gaat juist heel erg om de onderzoeksmethodes. Dus er zijn niet per definitie echt resultaten van het onderzoek. Maar wij als studenten leren dus nieuwe methodes en creatieve methodes. Dus zoals je hier kan zien, dus juist het maken van een vlag, bijvoorbeeld heel veel tijd kost, waarbij je kleine dingetjes moet tekenen en daardoor door die tijd en door die nieuwe methode zouden nieuwe inzichten moeten geven. En die wij dan als toekomstige stedenontwerpers kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden. En ik denk dat dat de onderzoekende houding juist in ontwerp, juist voor de toekomstige stadsmakers en ontwikkelaars en ontwerpers, dat heel belangrijk is. Zodat die steden ook echt daadwerkelijk voor de mensen worden gemaakt. Dus ja, de tools die wij hebben geleerd zijn denk ik heel belangrijk. Ja. En juist die creatieve methodes, dat is wat je hier hopelijk kan zien. En we hopen dat iedereen die hier komt, in ieder geval ook met een iets onderzoekerendere blik weer naar buiten gaat. Dus dat je zelf weer de straat op gaat en op een andere manier weer naar de wereld kijkt. En zo proberen we de stad een beetje te maken, denk ik. Ja, wij willen 3 zondagen deze expositie openen. Dus dan is het toegankelijk. Als het weer mag. Als het weer mag. Dat zijn 23 en 30 januari en 6 februari. En ondertussen, wanneer het dus niet geopend is, hebben wij in de etalage van het Zonnelab een diavoorstelling met al het werk van alle studenten. Dus dat iedereen alsnog kan zien wat we hebben gedaan. En dan vanaf buiten, vanaf de straat in de etalage. Maar kom vooral allemaal op die 3 zondagen langs in het Zonnelab. En dan zijn Ilias en ik hier ook. Dankjewel.